In het kader van de verkiezingen van 25 mei zal de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, een waarnemersmissie naar Suriname sturen. In een persbericht zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Suriname in een vroeg stadium diverse internationale en regionale organisaties heeft uitgenodigd om het verkiezingsproces bij te wonen. Suriname staat bekend als een land dat goede verkiezingen organiseert en nationale en internationale waarnemers toelaat om de verkiezingen te observeren. Om het verkiezingsproces bij te wonen heeft OAS 10 waarnemers afgevaardigd naar ons land. Er is op 14 mei een overeenkomst in zaken de privileges en immuniteiten van deze missie getekend in Washington DC. Deze overeenkomst is getekend door ambassadeur Nirmala Badrissin en OAS-secretaris-generaal ambassadeur Louis Amargo Lemis. De regering van de Republiek Suriname zal op maandag 18 mei 2020 op een persconferentie meer informatie verschaffen over de deelname van internationale waarnemersmissies bij de aanstaande algemene, vrije en geheime verkiezingen.